Deze week een klokje rond, een keiharde primeur, want voor het eerst in het bestaan van deze rubriek hebben we een elektrische auto. Deze Tesla Roadster heeft meer dan 100.000 kilometer gereden en wij gaan eens kijken wat eraan te vinden valt. Precies goed. Remblokken zijn er bijna af. Het blijft vol stil hier, hè? Ja. Lucht gekoeld. Wisselstroom. Mooi. Pak je rond. Henny, had je wel eens eerder in een elektrische auto gereden? Nou ja, wel in een hybride voertuig, maar niet in een puur elektrische auto. Nee, dus voor het eerst ook voor jou. Ja, ja, ja. Hey, valt er aan zo'n auto eigenlijk iets te controleren? Ja, in principe, je hebt gewoon de mechanische delen, die heb je wel. Ja. He, zoals de wielophanging, je hebt de remmen, de banden, stuurinrichting en dergelijke. Ja. Ja. Maar voor de rest, er zit geen verbrandingsmotor in. Nee, precies. Nee. En ondanks dat, jij vindt altijd wat? Nou, we hebben natuurlijk wat gevonden. Kijk. De condenser van de airco, die zit voorin. Ja. Het is gewoon een luchthapper. Nou, die vreet heel veel vuil op. En die airco die erin zit, zeg maar, die zorgt ook voor de koeling van de elektromotor. Ja. Dus, en die is helemaal vervuild, die condenser. Dus daar krijgen ze wel een keer problemen mee. Die moeten ze wel een keertje schoonmaken. Ja, anders loopt de motor warm dus. Ja, ja. Ja. En de achterremmen, de blokken, die moeten een keertje vervangen worden. Ja. Van achterwielen. En verder helemaal niks? Verder niks, nee. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, en elektronica... Ja, bij ondeskundig handelen aan de elektronica is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Moet je gewoon afblijven, moet je niet bij zich. Dan zit je haar ineens heel anders als je daar aan komt. Ja, moet je gewoon een expert overlaten. Precies. Oké, nou, dan laten we het niet bij. Ja, goed. Oké. Gaat hij van 0 naar 100? 3,9 seconden. 0 tot 100. Oké, dus dan moet jij een aardige gereedschap meenemen, wil je hem bijhouden? Ja, Porsche 911, die zal het redden. Een turbo, ook te bestaan. Ja. Maar bijvoorbeeld een BMW M3 die heeft er moeite mee. Ja, geen partij. Nee. Wat is de topsnelheid uiteindelijk? 210, daar is hij op afgeregeld. 14.000 toeren. Ja. Maar dat is, dat rij je eigenlijk niet. Nee. Nee, dat heb ik geloof ik één keer gedaan. Maar normaalwijze 0 tot 150, dat is sensatie. Ja, ja. Dat is interessant. Ja. Hey, leg eens uit die stickers op de zijkant. Wat, wat heeft dat te betekenen? Ja, dat is van ons bedrijf, ChargePoint. Wij bedenken en maken laadpunten voor elektrisch vervoer. We zorgen dat iedereen in Nederland aan de stekker komt. Ja. Dus dat zij hun elektrisch voertuig kunnen opladen. Ja, precies. Ja. Die Tesla van jou, dat is eigenlijk eentje uit de begintijd. Mm-hmm. Tesla was toen nog echt een nieuw merk. Ja. Merk je daar wat van? Heb je niet het idee dat je een half prototype rijdt?
Nee, het is geen half prototype. Overigens, allerlei dingetjes die wij vinden aan de auto wordt dankbaar gebruik gemaakt door Tesla. Die dat graag wil weten. Ja. Zij staan daar ook wel open voor. Natuurlijk, het is een Amerikaanse auto en ook een Amerikaanse afwerking. Het is geen Duitse degelijkheid, maar dat neem je dan voor lief. Ja. Het is niet dat het erg is, maar je neemt het voor lief. Ja, het moet een beetje vergevingsgezind zijn. Hey, nou, is het voor jou, je rijdt al zo lang en zoveel elektrisch, is het voor jou denkbaar dat je ooit nog overstapt naar een auto met een gewone verbrandingsmotor? Nee. Eén keer hierin gereden te hebben, ga je niet meer terug. Nee. Dus jij bent wel overtuigd? Zeer zeker ben ik overtuigd. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook ten dele omdat je in de branche zit. Ja. Maar dat neemt niet weg dat elektrisch rijden gewoon een ervaring is. En als je dat één keer hebt gedaan, het is stil. Het geluid om je heen merk je. Ja. En dan wil je eigenlijk niet meer in een ronkende diesel. Nee. Henny heeft maar weinig aan die auto gevonden. En, een elektromotor, of hij werkt of hij is stuk. Ja. Dus ik ben benieuwd hoeveel je ermee komt ooit. Nou, ik verwacht daar nog een heel eind mee te komen. Ja. Ja, zeer zeker. Ik ben positief gestemd. Ja, ik ook. Mooi.